Hoeveel jaar komt u hooien? Een jaar of 40. En hoe vaak komt u? Nou, toch wel gemiddeld, toen het volop draaide, toch wel drie keer in de week. Wat deed u dan, behalve een biertje drinken? Morgens een cappuccino en 's middags een biertje met de befaamde balgehakt. En hoe smaakt die? Prima. Hoeveel van die beruchte ballen heeft u nou al op, denkt u? De tel kwijt. Dat soort dingen hou ik nooit bij. Maar elke week wel eentje? Elke week wel eentje? Ja, iedere week één. Ja. Hoe lang komt u nou al hier? Nou, ik schrok eigenlijk toen ik er laatst over nadacht, namelijk 40 jaar. Het leuke was, ik zat op de middelbare school aan de Noorderdijk. En mijn broertje ging geloof ik voor de eerste keer hier naartoe. Hij zei, dan moet je eens een keer naartoe naar vissen. Want op zaterdag, weet je wel, of gewoon op door de weekse dagen, weet je, verveelde je wel eens, had je een paar uur vrij. En dan ging je gewoon lekker hier hangen, ging je een tosti bestellen of nog geen bier drinken hoor, dat deed ik toen niet. Gewoon een colaatje. En dan zat je hier gewoon en dan leer je de stad een beetje kennen en de mensen. Want dat is de kracht van dit café. Hè. Dit is de stad Dordrecht op zijn dorpst. Zou eigenlijk een soort cultureel erfgoed eigenlijk moeten worden, vind ik. Hier leer je iedereen kennen en je kan hier van alles tegenkomen. Een verdwaalde politicus, een kunstenaar, misschien een oude journalist. Wat is dat nou, dat bijzondere? Jong en oud, alles kwam hier. En het leven gaat door en ja, het is jammer dat het dadelijk voorbij is. En er zijn natuurlijk genoeg cafeetjes en terrasjes, maar zoals deze... het is heel bijzonder, dat is er niet meer dan.